In maart 2019 werd duidelijk dat Joad en Wesley Sneijder uit elkaar gingen. Dit nadat de OTAP voetballer was vreemd gegaan. Sindsdien heeft Jolante, die zelf vreemd ging met Sneijder terwijl ze nog een relatie met Jan Smit had, geen nieuwe liefde meer in haar leven gehad. Nu lijkt daar toch echt verandering in te zijn gekomen. Op Instagram zien we een paar leuke foto's. Jolante pakt hierop onder meer de hand vast van een vrouw, die Molly Haatkok blijkt te heten. Volgens de doorgaans goed ingevoerde website Ditjes en Taartjes lijkt er meer te spelen dan alleen een vriendschap, omdat Joad als bijschrijft die love you en daarbij een hartje heeft geplaatst. In een eerder stadium gingen er al geruchten dat Joad er samen was met Jasmina Stoffels. Daar deelde ze destijds ook volop foto's romantische plaatjes. Geconfronteerd met de vraag of ze een koppeltje waren, bleef Joad ontkennen. Jasmina zou haar beste vriendin zijn. Toch apart. Want Jasmina is al maanden niet meer verschenen op haar Instagram-account. Zo, we weten in ieder geval dat Joad open-minded is. Toen ze nog een relatie had met Jan Smit, stond ze open voor een triootje met een andere vrouw erbij. In een interview met dat blad Gazia onthulde zij het ook al eens met een vrouw gedaan te hebben. Ik zeg niet dat het de laatste keer is geweest, zo onthulde ze toen. Enfin, de geruchtenmolen draait op volle toeren. Joad en Molly vormen wat ons betreft in ieder geval een prachtig koppel.